Bio-LNG is de brandstof van de toekomst voor het zware wegtransport. Het is schoon, het is stil en het is nu beschikbaar. Ik ga erover praten met de makers van de vrachtwagens waar dat in gaat. Joep van Aar is bij me en Luc Vroon van Iveco. Welkom bij de Greenway or No Way Talks van Rolande. Joep, Luc, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Iveco, ja, daar staat hij buiten. Fantastisch. Een grote truck, een LNG-truck die bovendien op bio-LNG loopt. Is dat al een beetje een grote markt? De markt voor LNG is natuurlijk al sinds een aantal jaren relatief groot. Kijken we naar het verschil tussen diesel en LNG, dan blijft dat nog relatief een kleine markt. Maar gedreven door een aantal hele grote verladers zien we daar wel een absolute groei in ontstaan. Oké, daar kom ik op terug. Laten we eerst over die vrachtwagen praten. Wat is hij anders dan een dieseltruck? In principe, als je kijkt naar het chassis en je kijkt naar het huis, dus de cabine, dan zit daar feitelijk geen onderscheid in. Het grootste onderscheid wat gemaakt wordt is echt puur de motorisatie. Een dieselmotor ontbrandt door middel van compressie. En hier zit een dedicated ottomotor waarbij we ontbranden. Een dedicated ottomotor? Benzinemotor. Oh. Maar goed, omdat het LNG is, liquefied natural gas, praten we over methaan. Mm-hmm. En methaan laten we ontbranden met een vonkje. Dus dit is een voertuig die voorzien is van bougies. Dat is denk ik het wezenlijk grote verschil tussen de diesel en tussen een LNG-uitvoering. En hoe rijdt die? Er is geen betere, maar ik weet niet of jij er niet. Nou, toevallig heb ik hem hier vanmorgen zelf gebracht. En het mooie is van een, Joep zei het net al, een ottomotor, is namelijk kenmerk dat hij stiller is. Een zelfontbrander, een diesel, heeft eigenlijk heeft de karakter van zelfontbranding. En is wat zwaarder qua ontploffing, hè, verbranding. En hier heb je een geregelde, een gecontroleerde verbranding. En dat is stiller. En dat merkt natuurlijk ook de verladers die bijvoorbeeld voor supermarktdistributie. De mensen willen natuurlijk het liefst wel dat de producten er zijn, maar zo stil mogelijk worden gebracht. Of eigenlijk willen ze er geen last van hebben. Het mooie van deze combinaties is dat het een stille motor is. En hij heeft dezelfde actieradius als een dieseltruck, geloof ik. Want hoe ver gaat die auto? Nou, het mooie is aan onze techniek. We hebben een monofuel, oftewel we hebben echt alleen methaan in die motor die verbrandt. Dus alleen gas. En daardoor hebben wij heel veel ruimte aan het chassis en kunnen wij twee LNG-tanks positioneren. Die twee tanks zijn goed voor ongeveer een 1600 kilometer actieradius. Ja. En dat is inderdaad een goede vergelijking met een dieselvoertuig. Ja. Vermogen is belangrijk, maar vooral trekkracht is belangrijk, hè, in een vrachtwagen. Ja. En hoe verhoudt zich de trekkracht van een door LNG aangedreven truck tegenover ten opzichte van een diesel aangedreven truck? Een mooie vraag. Het grote verschil tussen een diesel en een ottomotor, een LNG-motor. Een diesel heeft al een relatief hoog koppel. Het varieert een beetje van 2000 tot 2300 Newtonmeter. En dat begint bij ongeveer 900 toeren. Terwijl als we kijken naar een LNG-motor, daar moet je letterlijk en figuurlijk wat gas geven om die auto wat hoger op te toeren. Het maximum koppel bij deze auto, 460 pk, is 2000 Newtonmeter. Dat is relatief hoog. Vergelijkbaar met een dieseltruck. Vergelijkbaar met een diesel. Het rijdt ook als een diesel. Het enige verschil, we moeten uitleggen aan de chauffeurs, staat een beetje haaks op het nieuwe rijden. Het nieuwe rijden is juist rijd op koppel. Maar om hier dat koppel te bereiken, moet ik minimaal 1100 toeren maken. En daar heb ik juist mijn maximum koppel. Ja, nou zijn er natuurlijk veel chauffeurs die zeggen, gas is om op te koken. Hoe krijg je het product verkocht aan in die traditionele markt, wat het natuurlijk is? Nou ja, gedreven door een aantal componenten. Gedreven door een verlader die zegt, ik wil juist buiten venstertijden kunnen beleveren. Dus wat Luc net terecht zegt, 71 dBA geluidsniveau. Dus minder dan 71 dus dBA. Dus hij is veel langer inzetbaar als je moet leveren in woonwijken of zo. Ja. Dat maakt hem interessanter. Absoluut interessant. Dus en name de venstertijden. Ja, dat is een heel goed uitgangspunt. Ja. Hè? Maar daarnaast ook nog een keer gedreven door de alternatieven, een opstap naar meer. We stoten ook minder CO2 uit. Dat deden we al met het normale LNG. En nu met de stap bio-LNG wordt die stap alleen maar groter. Okay. En toch is het, die markt zit er misschien. Die markt moet nog wel bewerkt worden, laat ik het zo zeggen. Want er zijn 80.000 tot 100.000 trucks die je op LNG zou kunnen laten rijden. Althans, als je, hè, er is ruimte voor zoveel trucks op LNG. Maar er zijn er maar 7.000 of zo, toch? Ja, toch is het wel grappig. Even teruggaan, toen net zei je van gas is om te koken. Tegenwoordig doen we het met inductie.
Iedereen heeft zonnepanelen en inductie is er veel efficiënter. Dus ook daar zien we een transitie. Ja. Daar mogen we ook niet meer barbecuen als het een beetje doorgaat. Dus ook daarin gaan we een andere methode misschien. Maar dat is veel efficiënter. En als we zien, ook de markt, toen net vroeg je van hoe groot is die markt. Ja. Wij schatten ongeveer in dat die markt daar 5-10% van de totale vloot wordt. En dat is aanzienlijk. Maar nog steeds maar 5-10%. Ja, nou ja, we verkeren ons ook in een traditionele markt. Waar diesel op een top is. En het dieselprincipe is ook hartstikke goed. Alleen we moeten, ons doelstelling is ook om een beter milieu na te laten. We willen de beste zijn eigenlijk in een sustainable transport partner. Dus we zullen ook iets moeten doen om ook de wetgeving en de CO2-normen, de doelstelling van het klimaatakkoord natuurlijk te halen. En dat gaan we niet halen door allemaal op diesel te blijven rijden. Dus we zullen iets moeten doen. Eén stap is nu LNG. We hebben natuurlijk gewoon fossiel LNG. Dat hebben we nu vandaag de dag volop beschikbaar. Nu de stap naar bio-LNG is natuurlijk eigenlijk een versneller. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een lanceerplatform. Dat is LNG. En de raket is het bio-LNG-component. En die raket zal hoger gaan en verder gaan. En daar zullen we ook in onze ontwikkelingen mee doorgaan. En ja, dan komen er ook natuurlijk nog alternatieve aandrijvingen. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat die auto zoals die daar staat is duurder dan dezelfde uitvoering als diesel. Nou, dat heb je helemaal correct. Ja, dus dat is natuurlijk, ja, dat is niet het allerbeste verkoopargument. Nou ja, nee, dat klopt. Dus dat klopt. Wat vertel je iemand die nadenkt over nou, al die belangrijke dingen als het klimaat en hoe kan je dan... Ja. Nou, bio-LNG is natuurlijk, ja, dat moet je gewoon doen, zou je zeggen. Maar ja, dan komen toch de euro's om de hoek kijken. Ja, klopt. Wat kost zo'n auto wel niet? Nee, ik denk het belangrijkste is, wat brengt uiteindelijk voor de transporteur dit soort voertuigen, wat brengen ze op? Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Als we puur op basis van TCO gaan kijken, dus enerzijds de diesel-TCO vergelijken met een LNG-TCO. Total cost of ownership, dat kost wel dingen de hele tijd. Total cost of ownership. Ja. Dan word je natuurlijk aan de bovenkant, als we investeringsprijzen vergelijken, daar zit dan wel een gat. Ja. Uiteindelijk, afhankelijk van rentestanden restwaardes, kom je ergens tot een rente en afschrijving. Dat is een vast component. Ja, daar worden we nog niet zo vrolijk van in de eerste instantie. Als we dan door gaan rekenen, afhankelijk van het kilometrage, en we pakken de delta tussen een liter diesel, dus de kostprijs van een liter diesel, en je pakt de delta van de kostprijs van een kilogram LNG, daar zit vaak een heel mooi gat tussen. En dat gat maakt heel veel goed. Dus kijk je puur naar een positieve delta voor LNG, dan is het gedreven door een kostprijs LNG. Brandstofkosten is ook datgene waar een chauffeur, of in ieder geval de chauffeur, maar een transporteur invloed op heeft. En die parameters, daar sturen wij heel erg op. Dus dan zie je dat die niet duurder is. Aan het eind van, nou, hoe lang gaat zo'n auto mee? 6-7 jaar? Afhankelijk van de kilometrage, maar 6-7 jaar zomaar. Ja. En dan is die eigenlijk niet duurder? Duurder. Ik praat niet over duur. Ik kijk naar een competitieve TCO en dat vind ik veel belangrijker. Ja, maar dat is. Als je het vergelijkt met diesel, is het ongeveer dezelfde prijs. Nee, dan kan het in sommige, afhankelijk van inzet, afhankelijk van kilometrage, kan het aanzienlijk lager zijn. Ja. Oké, nou dat is ook weer een mooi argument. Precies. Dan kunnen we kijken naar onderhoud. Ja. Heeft hij meer onderhoud nodig dan een diesel? Niet meer, maar het serviceinterval is wat... wij hebben al uitgerekte serviceintervallen. Wij praten over 90.000 kilometer met dit soort voertuigen. 90.000 kilometer is een check-up en een onderhoudsbeurt en een grote beurt. Maar met 90.000, dat komt wel spits. Onze wens is om steeds dichter ook richting de serviceinterval van de diesels te gaan. Die is? Afhankelijk van de inzet, maar die variëren van 100.000 tot 125.000 kilometer. Sommige merken 150, maar dan praat je over puur zware internationale inzet. Oké, en dan is er natuurlijk ook nog zoiets als de restwaarde. Speelt dat een rol? Ja, restwaarde speelt absoluut een rol. En hoe is die? Want de markt voor dit soort voertuigen is natuurlijk nu nog kleiner. De markt is kleiner. Wij dekken restwaardes af in een TCO, dat doen we zelf. Oh. En waarom dekken we die af? Wij hebben namelijk ook geloof in het ontstaan van een gebruikte markt LNG. Dus dat betekent als voertuigen over 3, 4 of 5 jaar terugkomen, dan ontstaat er ook een gebruikte markt. Stel dat de gebruikte markt dermate interessant is dat de kostprijs diesel ten opzichte van LNG goed blijft, dat we volop de beschikbaarheid hebben over bio-LNG, dan geldt het ook voor de tweede gebruiker nog een keer. Zijn investering is lager, maar het tanken, dus de eventuele tanken van bio-LNG, drukt voor hem dan net zo hard door. Dus we hebben geloof in het ontstaan van een gebruikte markt. Okay. Het mooie is ook dat, omdat het voertuig een monofuel heeft, de motor draait op methaan. Ja. En of dat methaan is, biomethaan, dat maakt in principe niet uit.
CNG, dus compressed natural gas of LNG. Ook daarin kun je schakelen. Dus stel voor dat de exportmarkt in het ene land of een ander gebied meer CNG vraagt. Dan zouden de tanks ook kunnen verwisselen. Dan pak je een CNG-tank, okay. Compressed natural gas, in plaats van LNG. Dus zo kunnen we ook de gebruikte markt, door tanks te wisselen, toch weer toepassen op die markt. Dus, en die markt is aan het groeien, hè? Ja. 5-10%. Dus die markt die is aan het groeien. Kan je je voorstellen dat je straks alleen maar LNG-auto's maakt? Nee. Ik denk dat met name de technologische keuze, of de technologiekeuze, die zal men baseren op de inzet van de voertuigen. En als ik dat heel kort samenvat en ik kijk zeg maar naar de binnenring, stedelijke distributie met kleine voertuigen, dat kan denk ik in de toekomst uitstekend elektrisch. Kijken we naar het regionale transport, eventueel het lokale en een klein stukje internationaal, dan zul je de keuze houden tussen LNG, diesel en wellicht ook nog waterstof. Kijk je naar zwaar internationaal transport, dan zal het echt LNG, waterstof en diesel zijn. Dus nogmaals, de technologie zal uiteindelijk de keuze bepalen. De inzet bepaalt de keuze. Dank jullie zeer voor dit gesprek. Dank. Graag gedaan. Alsjeblieft.